Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaats, opgenomen op eerste kerstdag. Er is vrij veel bewolking boven Nederland, alleen in het zuiden en zuidwesten zien we af en toe wat opklaringen. In de loop van de dag kunnen er wel wat meer opklaringen gaan komen, maar in het noorden blijft de bewolking toch wel overheersen. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 2 en de 6 graden en er waait een zwakke tot matige wind uit het westen. Vanmiddag stijgt het kwik iets en wordt het zo'n 5 tot 8 graden. Het blijft overal droog en nog steeds zien we met name in het noorden de meeste wolkenvelden. In het zuiden zijn ook wat opklaringen en dat geldt ook voor vanavond. En Dan kan de temperatuur weer flink onderuit gaan in het zuiden. De temperatuur daalt tot rond het vriespunt. In de nacht kan het zelfs licht gaan vriezen. In de avond is er meer bewolking in het noorden, dat geldt ook voor de nacht en dan kan er ook een spatje motregen vallen. Ook morgenochtend kan dat in het noorden, maar het stelt niet veel voor. Verder is het een vrij grijze dag met temperaturen in de middag tussen de 5 en de 9 graden. En De dagen na blijft het weerbeeld erg rustig met vaak veel bewolking. Donderdag is het wat kil met 4, 5 graden. Vrijdag en zaterdag gaat de temperatuur iets omhoog en wordt het 7 tot 8 graden. Op zaterdag kan er hier en daar wat lichte regen vallen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Nog een fijn kerstfeest!